Welkom bij deze video. Vandaag wil ik het met jullie gaan hebben over de betekenis van de regenboog. De laatste tijd is er nogal wat om te doen dat overal regenboogvlaggen verschijnen en dat er ook nog wel wat weerstand tegen is. De regenboog wordt gebruikt als het symbool van de LGBT-beweging. Maar hoe komt het dat dat nu leidt tot zoveel weerstand? Voor een deel heeft dat te maken met de manier waarop het opgedrongen wordt, maar voor een deel ook met de betekenis van de regenboog zelf. Het symbool is zeer ongelukkig gekozen en om dat te begrijpen is het handig wat meer te weten over waar de regenboog nu eigenlijk voor staat. De regenboog kennen we al sinds jaar en dag. Het is echt een schitterend natuurverschijnsel, een mooie boog. Of als je in de lucht bent, dan is het geen boog, maar een cirkel waar je heen vliegt. Nou, hij ziet er echt prachtig uit. En iedere keer als het weer zich ervoor leent, dan zie je hem. Er wordt soms geruzied over of de regenboog 6 of 7 kleuren heeft. Maar eigenlijk is dat een hele rare vraag, want de regenboog heeft echt ontelbaar veel verschillende kleuren over het hele spectrum. Tussen infrarood en ultraviolet. Alle zichtbare kleuren zo'n beetje komen wel voor in de regenboog. Dus echt veel meer dan 6 of 7 kleuren. Maar waar komt die regenboog nu vandaan? Daarvoor moeten we in Genesis duiken. In Genesis lezen we over de zondvloed en ook over wat er na de zondvloed gebeurt. Noach is samen met zijn vrouw en kinderen zijn enige behouden voor de zondvloed. De hele aarde heeft onder water gestaan en alleen maar de mensen en de dieren die op de ark waren, hebben het overleefd. En dan sluit God een verbond met Noach en daar zal ik 1 vers uit voorlezen. Uit Genesis 9, het 11e vers. Ik maak mijn verbond met u, dat niet meer alle vlees door het water van een vloed zal worden uitgeroeid, en dat er geen vloed meer zal zijn om de aarde te gronden te richten. En als symbool voor dit verbond geeft God de regenboog. Iedere keer als we de regenboog aan de hemel zien, zullen we herinnerd worden aan dit verbond. En ook God zal dan herinnerd worden aan dit verbond. En zodoende heeft de regenboog een diepe boodschap van hoop. De aarde zal nooit meer op zo'n manier worden leeggeveegd als bij de zondvloed. Het oordeel van toen zal zich nooit meer herhalen. En het teken daarvan is de regenboog. Maar waar wordt het teken nu voor gebruikt? Voor wat voor boodschap? Wat draagt die LGBT-beweging uit? Nou, dat heeft te maken met lief zijn voor elkaar respecteren zoals je bent. Alles moet maar kunnen. En voor een deel is dat ook wel een boodschap waar echt wel wat in zit. Een stuk naastenliefde is absoluut belangrijk. En alle mensen om ons heen zijn allemaal Gods schepsel. Of ze nou, weet ik wat, voor genderachtergrond hebben of zo, dat maakt niet uit. Wij moeten de mensen om ons heen zien als Gods schepsel. En om die reden mogen we nooit op iemand neerkijken, om wat voor reden dan ook. Wat voor gedachtegoed mensen mogen hebben, ze zijn naar Gods beeld geschapen. En in die zin is iedereen even waardevol. En dat is ontzettend belangrijk om te onthouden. Maar als dat het enige is wat er overgebleven is van die diepe boodschap van hoop van de regenboog, dan doen we onszelf ontzettend tekort. Dan is er geen hoop meer. We redden het hier op aarde niet door lief te zijn tegen elkaar. We hebben de verlossing van God nodig. Moet je kijken wat voor zootje we met elkaar van gemaakt hebben hier op aarde. Lukt het wel om lief te zijn voor elkaar?
En ook de manier waarop we dat dan uitdragen, klopt dat eigenlijk wel? Iemand opdringen een bepaalde boodschap over te dragen die niet de zijne is, is dat wel zo tolerant? Of moet tolerantie eigenlijk van twee kanten komen? Waarbij ik het gedachtegoed van de LGBT-beweging maar in beperkte mate deel, maar dat niet betekent dat ik geen respect heb voor mensen uit die beweging. En aan de andere kant verwacht ik dat de LGBT-beweging ook respect heeft voor mijn achtergrond, voor mijn opvattingen, zonder dat ze die hoeven te delen. Ik verwacht ook niet van ze dat zij mijn gedachtegoed gaan lopen verkondigen. Ja, wat tolerantie nu precies is, daar is in het hele verhaal nog wel wat op af te dingen. Maar stel nu dat we dat met elkaar wel op een goede manier zouden doen, dan nog, als dat over is gebleven van die rijke boodschap van de regenboog, nou dan is dat echt een ontzettend slap aftreksel. Daarom wordt het tijd dat de LGBT-beweging eens een eigen logo gaat maken zonder die regenboog. Wees eens creatief. Er is genoeg te bedenken. Met een ringetje, pijltjes, plustekens. Er is van alles van te maken. Maar laat de regenboog intact als het teken van het verbond met Noach. Als een teken van hoop. Als een heel diep en waardevol teken. Gezien alle commotie van de laatste tijd over die regenboog, vond ik het belangrijk dit met jullie te delen. Ik hoop dat je er nog eens over nadenkt als je weer een regenboogvlag ziet. En dat je erover nadenkt voordat je dat symbool gaat gebruiken om een bepaald gedachtegoed uit te dragen. Want daarmee doe je niet alleen de mensen om je heen, maar ook jezelf tekort. Die boodschap van hoop is er voor ons allemaal. En Gods bescherming is er voor iedereen die hem zoekt. En dan maakt het niet uit wat voor gedachtegoed je hebt. Bij hem kun je altijd terecht. Ik wens jullie allemaal toe dat deze boodschap van hoop er ook voor jullie zal zijn. Bedankt voor het kijken en tot ziens.